Nou, dames en heren, welkom bij deel 2. En het is lekker weer, gek. Nog beter dan gisteren. Maar. En we zijn aangekomen op stek nummer 2 ook nog eens. Ja, de ene stek waar we eigenlijk wou zitten zat vol. Helaas het is wel. Enorm druk aan de waterkant. Ja, dus we hebben een beetje rond zitten kijken, een beetje rond zitten zoeken. En tot de conclusie gekomen dat dit de ideale stek was. Spullen gaan we erheen brengen, boodschappen zijn gedaan. En we kunnen er weer tegenaan. Hé, corona. Volgens mij heeft iemand zin in zomer. En ik ben het. Ik ben erin, jongen. Eerst een korte broek. Kijk hoe witte beentjes. Die willen wel voorbij kleuren. Doe even een dansje. Nog één. Verbaas ons. Oh, lekker man, shit. Heb je net verse koekjes gekocht? Ah, dit is jammer, hoor. Deugnietjes. Lekker in het zonnetje laten liggen. Niet slim. Hey, tweede stek. We gaan de hemmers even klaarmaken. Ja. Prachtig. Lekker man, bro. Kijk eens. Mijn hemmertjes staan ook klaar voor het tentje opgebouwd. Heerlijk weer, hè. Het is lekker, man. Lekker zomer. Zomervakantie. Ja, ik hou er echt van. Jongens. Fantastisch. Heb je er een beetje goed gevoel bij? Ja, heerlijk. Ja, even een keertje ander water, hè? Daarom. Moet kijken. Concurrentie. Eerste keer dat we er zitten. Ja, we hebben het wel getroffen zo met het weer. Lekker man. Heb je een speciale aanpak? Ja, dit wordt braasmengel, dus noemen we hem ook wel. Dus je ziet een lekker voertje met veel klein aas. Dit is braasmengel, lekker. Ja, maar dit brengt een spoor onder water, het gaat helemaal wolken. Komen er nog boilies of zo bij? Nee, helemaal niks. Helemaal en dan niks. Weet je wat het mooie is? Dit is een pop-up richtje. Nou, pop-up. Snowman met een tijgenoot en een half pop-upje. En die staat dan zo erboven. Dus hij ruikt lekker dat voer. En dan staat deze zo mooi boven en dan ja. Dan slikt hij in één keer naar binnen. En dan denkt hij, kut, ik ben de lul. Nou willen we eens een keertje een mooie momentopname maken van het voer die uit het bakje valt. Dus we gaan de GoPro proberen te bevestigen op de voerboot. Ja, wij zijn niet bang. Zonder tape of wat dan ook. Wij zijn niet bang. We zijn niet bang, jongens. Nee. We zijn niet bang. Right. Een beetje de visteamstijl. Maakt dat wel lukken, denk ik. Yes. Zo jongens, ik heb nog een lekker V-fitje van gisteren over. En moet je even dit effect even zien. Als er een paar druppels alleen al invallen. Mega erg wolken. Dus wat gaan we doen? Kijk eens. Oh, lekker. Strawberry crunch met aardbeien V-fit. Ja, dat kan niet anders dan goed gaan. Je kent het wel, zelf nog een slokkie. Oh, lekker man. Perfect. Zo, dames en heren, we zitten weer in de auto. Yeah. Helaas vannacht geblankt. Helaas pindakaas. Maar ja, dat kan gebeuren, dus komen niet drie, maar twee delen. We gaan nu onderweg naar een nieuw watertje. Het is 12 uur en hoe lekker weer is het? Jongens, het is echt te lekker weer, jongens. Dat is niet normaal. Ja, even door het dakraampje. Ja, we hebben best lekker geslapen. We hebben ook goed mijn verjaardag gevierd gisteravond. Het was gezellig, niks gevangen. Helaas. Misschien een combinatie van die factoren. Maar, nieuwe nacht, nieuwe kansen. Ja, het is boodschappen zijn gedaan. Oh, zo. Vers drinken, zeg je dat? Ja. Hij spoot er even van los. Dus we gaan naar de volgende stek en dan zien we jullie daar zo. Maar waar gaan we heen? Dat weten we nog niet. Nou, we willen dus bijna vertrekken met de auto en Chitten denkt, ik doe even de ramen wassen. Ja. Maar, wat, er zit hier zo dat spreetje van de ruitenwisser. Zal ik het eens doen? Nou, die zit niet zo goed geïnstalleerd. Doe het eens. Doe nog een keer. Heel, die auto zit onder, hè. Wel lekker de ramen schuiven. Ja, daarom. Ik ben lekker rustig mijn eerste hengel gaan uitvaren. Maar die Daniel, wat Tino allemaal aan het doen is. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is heerlijk weer. We zitten gewoon zonder shirt. En een klein biertje erbij. In het zonnetje, dat is echt genieten. Ik heb net mijn lijntjes uitgevaren. Een boertje erbij. En Daniel is nog steeds bezig met zijn onderlijnen. Ja, maar ik ben even verse van het huis nieuw aan het maken.
En dat gaat hem worden vannacht. We hebben één snowman riggie en één pop-up riggie. Ik zal ze zo meteen even nog verder in detail vertellen. De vorige video is ook al gedaan, dus misschien niet heel belangrijk. Maar we zitten op een nieuw water. Stekkers zijn bepaald. We gaan zo meteen in alle rust even lekker alles uitvaren. Dan gaan we even een bak vangen, jongen. Dames en heren, een heerlijke vlamtos hier. En Ali ben je morgen, maar zaterdag weer naar morgen. Doe een dansje. Woe. Als er nooit meer een morgen zou zijn. Yeah. Vannacht weer niks gevangen. Voor mij drie nachtjes achter elkaar. Ik snap het niet. Helaas. Dan is alles weer af. TV is het nullen. Maar we blijven lachen. Altijd. Woe! Dames en heren, we dachten dat het toch nog zou gebeuren met meneer Tieding. Maar hij heeft echt een razen met een tumor gevangen, dat is niet normaal. Kijk. Ja, ik kan het gewoon zien. Fucking ziek. Echt vies. Zo jongens, drie nachten gevist, twee brazems gevangen, kan niet beter, hè? Zo wordt het. Ja, ik maak het wel goed, joh. Zo, maar dat is vies die tumor. Ja, kijk dan, een tennisbal. Nee. Yeah, yeah! Welkom op de partystick! Heerlijk! Oh, lekker een haartje zoen voor die mooie vis. Yeah. Nou jongens, hier is die dan. Echt een super mooie vis. Kijk eens, daar is die dan. Echt, echt een bloedmooie vis. Helemaal puntgaaf. Mooi rugvinnetje erop. Punt gaf Becky. En ja, nu twee van zulke prachtige vissen gevangen in drie nachten tijd ben ik helemaal tevreden. Helaas Daniel niks gevangen, maar dat komt volgende keer wel weer. De audio is eigenlijk tijdens het filmen ineens verdwenen, dus spreek ik het achteraf even in. Maar vinden jullie deze vis nou ook zo fantastisch mooi? Doe gewoon even een blauw duimpje omhoog. Hij klaar voor? Ja, hij is er ook klaar voor. Mooi harde water hier, joh. Ja, prachtig. Kijk dan. Dat is wat we willen zien. Woehoe, lekker zo. Heerlijk ochtendzonnetje, joh. Ah, heel. Ja, maar beginnen. Ik heb er gelijk weer helemaal zin in. Nou ja, een weekje bezig. Ja. Kijk, voor mij zijn de vangsten nou nog niet denderend. Mooie spiegel van de week. Maar bij mij gaat het echt lekker. Bij Wietse gaat het ook lekker. Dus er komen veel video's aan. Dus doe alvast een duimpje omhoog en abonneer je. Abonneer voor meer. Ja, ja, lekker bos, Mulfie. Lekker. Daniel dacht ik, ga je even mijn broodjes in de sleutel. Helemaal vol met meel. Zijn er wel even. Zo jongens, de auto zit vol. En we gaan er weer vandoor. Vond je nou een leuke video? Doe de duimpjes omhoog. Abonneer voor meer. En elke dinsdag 3:30 een nieuwe video. Volgende week gaan we een paar twee, ja, we hebben echt 4 video's klaarstaan ofzo. Dus, er komen weer nieuwe video's aan, jongens. Abonneer je. En van de week paar nachtjes. Heerlijk. Doei.